Welkom bij wederom een nieuwe NEC-update. Met vandaag natuurlijk de voorbeschouwing op Sparta. We praten met Tenane, die gaf weer een assist bij een doelpunt. En dan nog even terugkijken naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Er werd niet gewonnen in de Goffert. Wat doet dat met een team? Nou, dat moeten we wel achter ons gelaten hebben natuurlijk. We zijn een goede tijd verder en de eerste twee dagen was het heel zuur en teleurstellend. Alleen de rest niet zoveel anders dan door te gaan en terecht op de volgende wedstrijd en dat is Sparta zondag. En dan Osama Tenane, hij is belangrijk dit seizoen voor de groep van Meijer. Hij gaf een assist weer, dit keer op Di Mata, die scoorde. Maar hij was ook zeer teleurgesteld naar de wedstrijd tegen Excelsior. Nick Rokers sprak met hem. Ik denk dat iedereen wel teleurgesteld was na de wedstrijd. Ik denk iedereen wist wel wat hij beter had kunnen doen. Alleen wij waren de bovenliggende partij, beste op het veld. We hadden makkelijk de drie punten kunnen houden en moeten hebben. Maar jammer genoeg geven we het weer de laatste minuten weg. Afgelopen wedstrijd wederom een assist. Het gaat wel lekker bij jou. Ja, eerlijk gezegd niet te klagen. Alleen de drie punten die blijven ver weg. En dat is voor mij het belangrijkste dan een assist of een goal. En dan de komende week weer druk voor NEC met woensdag een bekerwedstrijd tegen Fortuna. Eerst zondag richting Rotterdam. Sparta is de tegenstander. Sinds 2008 weet de NEC al niet meer te winnen op het kasteel. Een lastige wedstrijd dus. Stug. Ja. Ik denk zeker vergelijkbaar met ons. Het enige verschil is dat zij een aantal wedstrijden hebben gewonnen door wel de doelpunten te scoren. En het is een ploeg die fysieke kwaliteit heeft, zeker voorin, een lange spits. Maar die ook in staat is om als ze voorstaan het aardig dicht te houden. En aan onze taak om daar een doelpunt te maken en te zorgen dat we niet in die situatie komen. Maar ik denk dat wij niet veel voor elkaar onderdoen. Nee. Ja, en je zegt het doelpunt maken is natuurlijk belangrijk. Dat is nog altijd wat moeilijk bij NEC, vaak één of geen. En wat moeten jullie wat dodelijker worden in de 16? Wat mist NEC? Dat is niet zo makkelijk gezegd. Het is niet één speler. We zullen met elkaar moeten zorgen dat we daar vaker komen. Maar als ik kijk, de laatste wedstrijd tegen Excelsior was in dit seizoen de wedstrijd waar we het vaakst in de laatste gedeelte van het veld geweest zijn. Ja. Alleen dan gaat het ook om de keuzes die we maken en ook uiteindelijk de uitvoering daarvan. En de kwaliteit van voorzetten, de kwaliteit van bezetting voor de goal. Ja, dat zijn de dingen die beter moeten om één meer kansen te creëren. En twee om uiteindelijk ook meer te scoren. Ja. Nou ga je naar Sparta, die hebben het record op de naast van de meest gelijke spelers op rij. Ik neem toch aan dat je die graag daar wil laten? Ja, uiteraard. Maar alle wedstrijden die wij tot nu toe gelijk hebben gespeeld, die zouden we ook heel graag gewonnen willen hebben. En dat hebben we ook elke wedstrijd geprobeerd. En dat zal zondag weer zo zijn. Heb je weer ingezet op een gelijkspel? Volgens Leen Looy spelen we gelijk weer. Hè? Dat is de achtste al, hè? Ja, dan is het een record. Dan is het een record, ja. Tot zover de NEC-update voor deze week. Zondag om 11:15 wordt er afgetrapt op het kasteel. Sparta is de tegenstander. Natuurlijk weer live te volgen op de radio. Wij zijn er dinsdag weer met een kortere update. En dan natuurlijk voor de wedstrijd tegen Fortuna. Bekerwedstrijdje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.